Daan Huisman. Je eerste officiële debuut. Je staat met een grote glimlach, terecht denk ik. Ja, zeker. Ja, met debuut na 7 jaar in de jeugdopleiding te hebben gevoetbald. En ja, het voelt echt fantastisch. Hoe voelt dat in een, als Huissenaar inderdaad, als 7 jaar jeugd in de Airborne-wedstrijd? Ja, ja, ook de Airborne-wedstrijd, ja, dat telt ook wel mee. Echt fantastisch. Ook een bijzondere wedstrijd. En om daar je debuut te maken is, ja, ja, het droom die uitkomt eigenlijk. Je hebt in de voorbereiding natuurlijk wel al in het Gelderdoom gespeeld. Maar hoe was het nu met publiek en een competitiewedstrijd? Ja, anders. Anders. Echt, geeft je echt een kick als je erin komt. En ja, ik sta hier met een glimlach op mijn gezicht. En ja, droom, echt een droom die uitkomt. En met al die supporters erbij ook, fantastisch. Ja, ja, wat zei Nicky Hofs tegen je toen hij naast je stond? Ja, hij wou me de spelervattingen laten zien. Waar ik moest staan bij de corners en corners en de vrije trappen. Maar ja, ik zei, laat maar zitten. Anders maak ik helemaal geen minuten meer. Dan fluit hij eraf. Ja, dat wou ik ook niet. Dus ik heb gezegd, laat maar zitten. Ik ga wel gelijk erin. Ja. Moet je als debutant nog iets geks doen in de kleedkamer tegenwoordig? Of? Nee, ik heb in de voorbereiding al gezongen. Toen ik voor het eerst, omdat ik voor het eerst bij de selectie zit. Dus ik denk niks geks dit keer. Kun je een beetje zingen? Ja, ik heb André Hazes gezongen. Dus ik kon behoorlijk goed zingen. Vraag maar aan de andere gasten. Ja, echt wel.